Goedemorgen, welkom bij deze Microsoft webinar. Vandaag is het onderwerp Storing Data at Scale in the Cloud. Dus in de komende uur wil ik gaan vertellen over hoe je grote hoeveelheden data kunt opslaan in de Azure Cloud. En we noemen dat dan vaak Big Data. Big Data betekent datavolumes van ja, pak een beet. Alles boven de 10 terabyte. Over het algemeen big data begint zo'n beetje bij de 50 à 100 terabyte. En alles daarboven, dat noemen we dan big data. En dat kan echt van alles zijn, hè? Dat kan bijvoorbeeld data zijn voor je data warehouse. Dat kan business data zijn waar je machine learning modellen op wilt trainen. Dat kan data zijn waar je analyse op wilt uitvoeren. Alles is mogelijk. Maar het gaat dus om zeer grote datavolumes die je wilt opslaan in de cloud, zodat je vervolgens ook in de cloud daar analyses mee kan uitvoeren en die data nuttig kan toepassen binnen je organisatie. Dus ik wil in deze webinar een aantal services aan jullie laten zien waarmee je die volumes aan data kunt opslaan in de Azure Cloud. Er zijn verschillende data services beschikbaar in Azure die allemaal ja, grote volumes data voor je kunnen opslaan. Sommige services ondersteunen ook querying, dus dat je data kan doorzoeken en filteren en transformeren en verwerken. Andere services die slaan alleen data op en die doen verder niks. En iedere service heeft zijn eigen specifieke limieten. Dus hoeveel data je in totaal kunt opslaan en wat voor soort data je kan opslaan. Dus ik wil de meest populaire opslagservices de revue laten passeren in deze webinar. En ik zal je ook al die limieten vertellen, zodat je zelf een goede keuze kunt maken en de geschikte service kunt identificeren voor je eigen opslagbehoeften. Dus dit is de agenda voor het komende uur. Ik wil beginnen met een stapje terug te nemen en het scenario te schetsen van big data in de cloud. En ik wil dat contrasteren met big data dat je on-premises opslaat. Dus we gaan kijken naar big data on-premises versus big data in de cloud. Wat zijn precies de verschillen tussen die twee modellen? En als je besluit om te migreren, dat je besluit om al je data te migreren van on-premises naar de Azure Cloud, wat voor veranderingen krijg je dan mee te maken? Wat verandert er voor je organisatie, voor je IT-afdeling? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Na die fundamentele review eigenlijk, hè, van de cloud in het algemeen, wil ik drie storage services behandelen. Ik begin met de Azure Storage Accounts. Azure Storage Accounts, dit zijn gespecialiseerde services in de Azure Cloud, waar je dus data mee kunt opslaan. Vervolgens wil ik kijken naar Azure SQL Database en afsluiten met Azure Synapse Analytics. Azure SQL Database, dat lijkt eenvoudig, maar er zijn 5 installatievarianten van SQL Database, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Dus die wil ik ook allemaal de revue laten passeren, zodat je een beeld hebt van alle verschillende manieren waarop je een Azure SQL Database kunt installeren in de Azure Cloud. En wat dat betekent voor je dataopslag. Wat voor bovengrenzen zijn er op je dataopslag? Wat zijn de voor's en tegens van al deze scenario's? En om af te sluiten wil ik dan Azure SQL Database vergelijken met Synapse Analytics. Synapse Analytics heette vroeger Azure SQL Data Warehouse. En het was dé data warehouse oplossing van Microsoft. De manier om een data warehouse te draaien in de cloud. Tegenwoordig kan Synapse Analytics veel meer. Het pakket is tegenwoordig ook geschikt voor machine learning. En voor het uitvoeren van big data analytics. Dus analyses draaien op honderden, zo niet duizenden terabytes aan data in de cloud. Dus het is eigenlijk al lang geen data warehouse meer, maar meer een soort generiek big data analytics platform. Dus dat zijn de drie belangrijke big data storage services die ik ga behandelen het komende uur. En ik zal je de features vertellen, alle features van deze platformen, althans de meest belangrijke. We hebben maar een uur,
Dus er is beperkte tijd, dus ik zal de meest belangrijke features met jullie delen. En ik zal het een en ander vertellen over de performance van deze platformen en de limieten. Hoeveel data kan je nou opslaan in een storage account? Hoeveel data kan je opslaan in Synapse Analytics? Allemaal super handig om te weten. Maar laten we beginnen met een fundament leggen en kijken naar big data in de cloud in het algemeen. Stel je hebt big data analytics, je doet aan big data analytics in je organisatie en je doet dat allemaal on-premises. Je hebt je eigen datacenter en je hebt de data on-premises, je hebt volledige controle over die informatie en je besluit om over te stappen naar de Azure Cloud. Wat voor consequenties heeft dat? Wat wordt er beter voor je bedrijfsvoering en wat wordt er moeilijker? Dus big data in de cloud. Kijk, niks dwingt je om de cloud te gebruiken, de Azure Cloud. Je kunt alles ook gewoon on-premises draaien. Het enige wat je nodig hebt is een eigen datacenter. Je hebt een private datacenter nodig. Je hebt hardware nodig, voldoende servers, voldoende harde schijven, logischerwijs. Je moet honderden of duizenden terabytes, petabytes aan data moet je opslaan. Dus je zult een enorme stapel harde schijven moeten optuigen. Je moet die harde schijven zitten in servers natuurlijk. Die servers hangen in een netwerk. Je moet het besturingssysteem installeren op die servers. Je moet het een en ander monitoren. Je moet goed in de gaten houden dat de boel blijft draaien. Dat je geen last hebt van hardware storingen. Je moet preventief onderhoud uitvoeren. Hè, als hardware op het punt staat te falen, dan moet je dus preventief onderhoud uitvoeren en razendsnel die falende hardware vervangen voordat je klanten het merken. Dus je hebt op zijn minst een private cloud specialist nodig. Iemand die verstand heeft van het inrichten en monitoren en draaiende houden van een private cloud. En ja, wellicht nog veel meer mensen. Hè. Wellicht een heel team aan IT-specialisten. Om zo'n on-premises datacenter draaiend te houden. Dus ja, big data on-premises, het kan. Het is allemaal niet zo moeilijk. Alleen het grote nadeel, is het vereist een flinke voorinvestering. Je moet flink investeren in deze infrastructuur voordat je kunt beginnen met het opslaan van je business data en het beginnen met analyseren van je business data en proberen daar leuke dingen mee te doen. Dus je kijkt aan tegen een enorme voorinvestering. Je moet dat datacenter natuurlijk optuigen. Je moet investeren in hardware. Dat is een dure grap, hè? Dan moet je denken aan waarschijnlijk een paar honderdduizend euro aan voorinvesteringen. Puur alleen aan apparatuur. Daarbovenop komt het datacenter. Daarbovenop komen de salarissen van het IT-team van specialisten om dat datacenter draaiend te houden. Dus ja, dit is een dure grap. Dit is mogelijk voor grote organisaties. Multinationals, enterprise level organisaties, die kunnen dit, die hebben diepe zakken, die hebben een voldoende groot IT-budget om dit allemaal mogelijk te maken. Voor kleinere organisaties is dit eigenlijk niet toegankelijk, hè? Puur vanwege prijzen, puur vanwege kostenaspect. Dus kleine organisaties, organisaties van 50 man of minder, ook met name startups, die zullen echt moeite hebben om een eigen private datacenter op te tuigen. Dat kunnen ze eigenlijk alleen maar als ze gebruik maken van funding, van startup funding. Nou, als je dit nu vergelijkt met de public cloud, want ja, je kunt dit dus ook allemaal in de public cloud uitvoeren, dus in de Azure cloud. En het enige wat je dan moet doen is je data uploaden naar de cloud. Dus je uploadt al je bedrijfsinformatie naar de Azure cloud. En vervolgens maak je gebruik van die gespecialiseerde data services die in de cloud beschikbaar zijn. Om je data op te slaan, je data te beheren, je data te filteren, te analyseren, te transformeren, wat je maar wilt. Nou, het grote verschil tussen een on-premises private data center en een public cloud zoals Azure, is dat je niet meer die grote voorinvestering hebt. In plaats daarvan betaal je naar verbruik. Dus als we kijken naar big data, betekent dat je betaalt per gigabyte data per maand. Dus alle data die je dus uploadt en opslaat in de cloud, je moet betalen voor die opslag, maar je betaalt een bedrag per gigabyte per maand. En dat is een klein bedrag, hè? Dat is een fractie van een cent per gigabyte. En dus afhankelijk van het volume aan data wat je neerzet in de cloud, betaal je een bedrag per maand. En dat maandbedrag is een fractie
van het bedrag wat je zou moeten betalen als je alles probeert zelf in te richten in je eigen private datacenter, on-premises. Dus je zult merken dat on-premises, dan heb je echt, daar kijk je echt tegen een investering aan van, ja, dat begint bij een paar ton en dat kan makkelijk oplopen tot een paar miljoen euro. Terwijl als je kijkt naar de cloud, de public cloud, wat zou je bij Azure betalen per maand? Dan kijk je aan een bedrag van een paar tientjes tot een paar honderd euro per maand. Dus die grote investering, uiteindelijk moet je hem nog steeds betalen, maar hij is nu uitgesmeerd over een hele lange tijdsperiode. En dat betekent dat kleine organisaties dus per maand veel minder betalen voor hun dataopslag dan dat ze zouden moeten doen als ze alles on-premises hadden moeten uitvoeren. En dat betekent dat je dus kijkt tegen lagere maandkosten en dat kleine bedrijven als start-ups bijvoorbeeld in potentie al direct winst kunnen maken. Als kleine start-ups diensten aanbieden aan hun klanten en ze verdienen al direct daar geld mee, hè. Ze hebben klanten die een abonnement betalen bijvoorbeeld, dan kunnen die kleine start-ups kunnen dat abonnement dan weer verrekenen met hun maandelijkse IT-kosten. En als ze dat goed plannen, kunnen ze al direct winst maken. Nou, dit kan natuurlijk niet als je alles on-premises doet. On-premises, dan heb je die enorme voorinvestering aan hardware, aan een datacenter, dure specialisten. En die moet je dan terugverdienen. Dus zelfs als je als start-up een revolutionair product in de markt zet, dan zit je alsnog te kijken tegen vele jaren productie draaien voordat je eindelijk je break-even point hebt bereikt en winst begint te maken. Dus dit is eigenlijk het grote verschil. Als je gebruik maakt van de Azure Cloud, dan zit dat break-even punt veel eerder. En dat kan al direct, in feite al direct vanaf maand 1 optreden. Dus dat je vanaf je eerste maand dat je in productie bent, al direct winst maakt als organisatie. Je kunt ook je maandelijkse kosten fijnmazig sturen, want je betaalt naar verbruik. Dat betekent dat je je datavolume in de cloud kunt vergroten en verkleinen. Je kunt zelf bepalen hoeveel data je in de cloud wilt neerzetten. En vanaf het moment dat die data in de cloud aanwezig is, betaal je dus een bedrag per maand. En dus puur afhankelijk van het aantal gigabytes wat je hebt opgeslagen. Dus als je data verwijdert, als je het niet meer nodig hebt, gaat ook direct je maandbedrag omlaag. Als je data toevoegt, gaat je maandbedrag omhoog. Dus puur door te spelen met je datavolume kan je dus ook de rekening sturen. De rekening die je maandelijks dus betaalt. Waar je een klein beetje rekening mee moet houden met Azure is dat je betaalt voor opslag van data, maar je betaalt ook voor bandbreedte. Dus als je data uploadt naar de cloud, hè, dan maak je dus gebruik van het netwerk. Hè, het netwerk in het Azure Private, in het Azure Data Center. En je wordt ook afgerekend op netwerkcapaciteit. Maar, heel belangrijk, dat geldt alleen voor downloads. Dus je kunt een onbeperkte hoeveelheid data uploaden naar de Azure Cloud. En het netwerkverbruik is volkomen gratis. Je betaalt helemaal niets. Als je diezelfde hoeveelheid data gaat downloaden, dus je gaat vanaf de cloud weer downloaden naar on-premises, dan betaal je wel voor de netwerken bandbreedte. Hè, dus gigabits per seconde, daar een bedrag voor per maand. Dus hou daar rekening mee. In feite is uploaden gratis, uploaden naar Azure. Downloaden kost geld. Microsoft heeft de aardbol verdeeld in een aantal zones. En je betaalt als je data van de ene zone naar de andere zone zich verplaatst. En als je uit het Microsoft datacenter naar on-premises downloadt, dan wordt dat interpreteren ze als dat je een zone verlaat. En dan betaal je dus voor bandbreedte. Goed om te weten, Amerika en Europa zitten bij elkaar in dezelfde zone. Dus als je data verplaatst van Europa naar Amerika, betaal je niet voor netwerkbandbreedte. Dat is gratis. Maar als je data vanuit Europa naar Australië verplaatst, dan ga je van zone 1 naar zone 2 en dan betaal je dus wel. Dus het is heel goed om te weten waar die zonegrenzen liggen wereldwijd. Want als je binnen een zone blijft, dan weet je dus zeker dat je niet afgerekend wordt op bandbreedte. Maar goed, dat was even een zijstap. Even terug naar Big Data in de cloud. Het grote voordeel is dus dat je geen hoge voorinvestering hoeft uit te voeren. Je betaalt voor je Big Data opslag als een nutsvoorziening. Je betaalt naar verbruik. Dat geldt voor zowel de opslag van je data als de analyse van je data. Dus als je aan de slag gaat met data-analyse, je gaat machine learning modellen trainen, je gaat queries draaien op je data, dan betaal je dus ook voor de CPU's, de processoren die je gebruikt om die queries allemaal uit te voeren.
En dat wordt dan ook weer per minuut afgerekend. Dus het aantal minuten dat je die dingen draait per maand, dat zie je dan ook weer terug op je rekening. Dus met andere woorden, door meer of minder analyse uit te voeren op je data, kan je ook je maandbedrag sturen. Je wordt precies afgerekend op wat je gedaan hebt in de afgelopen 30 dagen. Kijk, en dit kan je ook weer contrasteren met on-premises. On-premises, als je harde schijven en servers aanschaft, dan heb je die gewoon betaald. En die investering moet je dan afschrijven over een periode van 5 jaar. En je moet dus 5 jaar lang die servers optimaal benutten. De harde schijven, die servers moet je optimaal benutten, want anders zit je geld weg te gooien. Dan heb je iets geïnvesteerd wat je niet optimaal gebruikt. Dus on-premises is, je bent eigenlijk continu in een soort race van om te proberen om je infrastructuur continu 100% te benutten. En dat hele probleem is van tafel in de cloud. Want in de cloud betaal je alleen maar naar verbruik. Dus als je minder verbruikt, betaal je minder. Als je meer verbruikt, betaal je meer. En je hebt dus niet te maken met zo'n soort gereserveerd blok hardware wat je gekocht hebt. En wat je dus continu 100% efficiënt moet gebruiken voor de komende 5 jaar. Dat hele probleem is van tafel. Dus dat maakt IT-planning ook een stuk eenvoudiger. Als laatste, je kan met een kleiner team van specialisten een groter aantal projecten aan. Want Microsoft neemt de volledige beheer van de hardware voor zijn rekening. Dat hoef je zelf niet meer te doen. Dus je IT-team heeft minder werk te doen en kan dus die vrije tijd spenderen om meer projecten te begeleiden. Dus een kleiner team van IT-specialisten kan in de Azure Cloud een groter aantal projecten simultaan begeleiden. Dus het is in feite een grote win-win voor kleine organisaties. Er zijn geen hoge investeringen. Je kunt heel snel big data inzetten in je organisatie. Je bent flexibel en schaalbaar. Je kan zelf sturen hoeveel data je in de cloud wil neerzetten en hoeveel analyses, hoe zwaar de analyses je wilt draaien op die data. Er is mogelijkheid tot experimenteren. Je kunt iets uitproberen in de cloud en je experiment na afloop weer afbreken. En je betaalt alleen maar voor de duur van het experiment. En al deze voordelen betekenen dat big data dus nu toegankelijk is voor kleine ondernemingen. Big data analytics, een machine learning model trainen op 500 terabyte aan business data. Dat was in het verleden alleen iets wat toegankelijk is voor multinationals. En tegenwoordig is zoiets ook toegankelijk voor een kleine start-up. Een klein start-upje, klein bedrijfje, 5 man personeel in totaal, revolutionair product, bestormen de markt. Dat soort bedrijven kunnen tegenwoordig ook met big data analytics aan de slag. Allemaal dankzij de public cloud, allemaal dankzij de Azure cloud. Dus dit zijn grote voordelen voor kleine organisaties. Alright, wat we nu kijken naar de meest belangrijke opslagservices die beschikbaar zijn in de Azure cloud. Dus we kijken naar een drietal dataopslag- en analyse-services. Je begint natuurlijk altijd met je business data. Je hebt een enorm volume aan business data ergens rondslingeren. En je wilt daar een analyse op uitvoeren. Je wilt daar iets mee doen. En dit kan bijvoorbeeld een data warehouse zijn, wat je wilt installeren in de cloud. Het kan business data zijn die je wilt gebruiken als trainingsdata voor machine learning modellen. Je wilt met kunstmatige intelligentie wil je voorspellingen gaan doen op je business data. En misschien gaan voorspellen van hoeveel omzet gaan we volgende maand draaien. Of deze specifieke klant, hoeveel gaat hij bij mij inkopen voor de komende 10 jaar? Wat is de lifetime customer value van die klant? Dat zijn allemaal voorspellingen die je kunt doen met behulp van kunstmatige intelligentie. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet je die kunstmatige intelligente modellen trainen op enorm veel business data. Dan moet je echt gigabytes of terabytes van business data hebben waar je op kunt trainen, zodat die modellen heel nauwkeurig kunnen voorspellen welke klant wat gaat doen binnen je organisatie. Dus je begint met een grote berg aan data. En ja, die data die moet naar Azure. Die moet je opslaan in Azure. Dus je hebt daar veel mogelijkheden voor. En ja, het eerste scenario waar we naar gaan kijken, is dat je een zogenaamd Azure Storage Account gaat gebruiken. Een Azure Storage Account. Dit is een generieke dataopslagservice. Een Storage Account slaat data voor je op in de cloud. En dat is eigenlijk alles wat hij doet. Dus het is echt alleen maar bedoeld voor dataopslag. Nou, je kunt veel soorten data opslaan in een Storage Account.
Een storage account kan eigenlijk bestanden voor je opslaan. Ja, dus als je data op een fileserver hebt opgeslagen, losse bestanden, denk aan CSV-bestanden, weet je, tekstbestanden met bedrijfsinformatie, CSV-informatie, XML-bestanden, JSON-bestanden, misschien binair opgeslagen bestanden, parquet-bestanden, eventueel, kan ook allemaal. Dus denk aan losse bestanden en misschien miljoenen bestanden die je wilt uploaden naar de cloud en waar je dan analyses op wilt uitvoeren. Kan allemaal. Als je die bestanden uploadt naar Azure en je slaat ze op in een storage account, dan noemen we dat een blob. Dus een blob is een binary large object, een blob. En in feite betekent het dat iedere file die je dus uploadt naar Azure verandert in de cloud in een blob. Het is in feite nog steeds een pakketje data, maar we noemen dat dan een blob. Dus in een storage account kan je dus de zogenaamde blobs opslaan. En dat kunnen dus ja, miljoenen kleine bestanden zijn met bijvoorbeeld je business data in JSON-formaat. En die kun je dan vervolgens gaan analyseren met Big Data Analytics services. Maar het storage account slaat alleen de data voor je op. Nou, je hebt nog andere mogelijkheden. Je kunt die informatie ook opslaan als een zogenaamde file. Dus je uploadt een bestandje naar een storage account. Je slaat hem op, maar je slaat hem op als file. Nou, het grote verschil tussen blobs en files is dat die files die hebben een file share. Dus je hebt de mogelijkheid om een SNB file share aan te zetten in de cloud. En daar kan je vervolgens een drive naartoe mappen. Dus je kunt on-premises op je bedrijfscomputers een drive letter, ja, laten we ervan uitgaan dat je Windows gebruikt, je kunt een drive letter mappen naar zo'n SNB share in de cloud. En dan heb je dus direct toegang tot de bestanden in de cloud. Dus dit is heel handig als je een file server wilt migreren naar Azure. Stel je hebt een file server in je organisatie en alle bedrijfscomputers die hebben een drive letter gemapt naar die file server. Bijvoorbeeld de P drive, die mapt naar je file server. Wat je dan kan doen is alle data in die file server uploaden naar een storage account. Je slaat het allemaal op in zo'n files opslagmedium. En vervolgens map je die SNB file share in de cloud. Map je weer naar je P-drive. Dus je switcht de P-drive van je lokale fileserver om naar die share in de cloud. En eindgebruikers zullen hier niks van merken. Eindgebruikers loggen in op je zakelijk netwerk en hebben nog steeds een P-drive. En als ze naar die drive gaan en ze gaan kijken, er zitten nog steeds dezelfde bestanden. En eindgebruikers hebben dus niet door dat ze niet meer aan het communiceren zijn met een lokale fileserver, maar dat ze dus nu live die bestanden uit de cloud aan het trekken zijn. Dus dit is een lift and shift scenario voor file servers. Die kun je dus gewoon verplaatsen naar Azure door gebruik te maken van files storage. Beide scenario's, files en blobs, hebben ook een REST API. Dus je kunt ook met een REST web API, een web interface, kun je ook bestanden benaderen. Dus je kunt met die API kun je ook bestanden lezen, nieuwe bestanden uploaden, bestanden wissen, bestanden wijzigen. Dat is allemaal mogelijk met die API. Dus het grote verschil tussen files en blobs is dat files ook die SNB file share heeft. Nou, er zijn nog twee andere mogelijkheden. Je kunt ook tabellen opslaan in een storage account. Er zit een kleine database engine ingebouwd. Een storage account heeft een hele lichtgewicht key value database engine. Het is een NoSQL database engine. Dus dat betekent je kunt tabellen opslaan, maar je kunt geen relaties leggen tussen de tabellen. Dus de SQL queries met inner join of left outer join of right outer join, dat is allemaal niet mogelijk. Er zijn geen relaties. Je kunt alleen maar individuele tabellen met queries uitlezen. En ook hele simpele queries. Je hebt wat simpele zoekopdrachten en ja, dat is het eigenlijk. Dus het is een hele primitieve key value NoSQL database. Maar hij zit dus ingebouwd in een storage account. Dus je kunt je storage account gebruiken als ja, lichtgewicht database. Denk aan een SQLite database of een MySQL database. Functioneel is het ongeveer daarmee vergelijkbaar. Het is ingebouwd in een storage account, dus ja, je kunt er gebruik van maken als je wilt. Nou, storage accounts kunnen ook message queues bevatten. Message queues zijn datacommunicatiekanalen tussen twee applicaties. Dus twee apps in de cloud, die kunnen informatie uitwisselen met elkaar via een message queue. En op het Windows-platform hebben we daar de Message Queue Service voor. Die kan je on-premises installeren. Nou, de tegenhanger van die tool in de cloud is dus deze Message Queue. Dus er zit een Message Queue Service ingebouwd in een storage account. Dus ieder account kan dus ook queues hosten.
En je kunt die queues gebruiken om business applicaties in de cloud asynchroon met elkaar te laten communiceren. Laatste voorbeeld van data wat je kan opslaan in een storage account zijn disks. De harde schijven, de virtuele harde schijven van virtual machines. Dus als je een virtual machine aanmaakt met verschillende disks in die virtual machine, die feitelijke bestanden, die diskbestanden, die worden dus opgeslagen in een storage account. Ja, dus dit is een algemeen opslagsysteem wat Azure dus gebruikt om grote volumes data op te slaan in de cloud. De data is versleuteld, standaard. Dus alle data is encrypted at rest. Hè, wat betekent dat zodra die data opgeslagen wordt op een harde schijf in het Azure Data Center, is die data direct versleuteld. Hè, dus mochten criminelen de harde schijven uit het Azure Data Center weten te stelen, wat ja, zeer moeilijk is overigens, maar stel ze slagen erin, dan hebben ze er niks aan, want die data is volledig versleuteld en is dus onleesbaar. Dus ja, hier wat specificaties van zo'n storage account op een rij. Ja, dus je kunt data uploaden naar zo'n account. Je hebt een REST API om die data te benaderen. En de files storage, die heeft dus ook SMB. Ja, die heeft een SMB file share. Het is SMB 3.0, hè, de meest recente versie. Dus niet die oudere versies die vol zitten met security leaks. Hè. Dit is de meest recente SMB versie die wel veilig is. Je kunt maximaal 250 storage accounts aanmaken per regio. Ja, dus als je gebruik maakt van de regio West-Europa, en dat is dus het datacenter hier in Nederland, dan kun je dus 250 storage accounts aanmaken binnen in die regio. En ieder account kan 5 petabytes aan data bevatten. 5 petabytes. Het is trouwens 5 pebibytes, de machte van 2. Maar ik zeg petabytes, want dat vind ik makkelijker klinken. Je kunt ook die limiet opheffen als je een zogenaamde data lake aanmaakt. Een data lake is een storage account zonder data limiet. Dus als je die data limiet opheft, dan heb je dus een data lake. En die kan onbeperkt aantal data opslaan. Onbeperkt hoeveelheid data, er is geen bovengrens. Dus hou er rekening mee, hè, als je zo'n storage account aanmaakt in Azure. Kies strategisch voor een storage account of een data lake. En besef hè, dat die storage account dus een limiet heeft van 5 petabytes. Als je files uploadt naar een storage account, ieder file, hè, dat wordt dus een blob in het account. Iedere blob kan maximaal 4,7 terabytes zijn in grootte. Hè, dus min of meer vergelijkbaar met 4 terabytes. Dus dat is de bovengrens voor één afzonderlijke blob. En je kunt een onbeperkt aantal blobs uploaden. Dus er is geen bovengrens aan het aantal files, het aantal objecten, hè, wat in zo'n storage account kan zijn. Een onbeperkt aantal blobs per account. Als je dan die data benadert in de cloud, de interface om die data te benaderen, die kan maximaal 20.000 data requests per seconde aan. 20.000 requests per seconde, hè, dat is de IO-laag die die data benadert. En qua data doorvoersnelheid kun je dus maximaal 10 gigabit per seconde uploaden en 50 gigabit per seconde downloaden. Dus dit is een beetje de maxima, de maximale performance van het netwerk, wat dus gekoppeld is aan die storage accounts. Als je een storage account aanmaakt, heb je geen folders. Dus je kunt alleen maar file systems aanmaken en daarbinnenin kan je bestanden neerzetten. En that's it. Dus je kunt geen folders, geen directories aanmaken, geen geneste directories. En je hebt ook geen access control lists. Dus je kunt niet per bestand, per gebruiker aangeven wat de toegangsrechten zijn. Maar als je data lakes aanmaakt, kan het wel. Dus dit zijn extra features van een data lake. Een data lake heeft wel folders die je in elkaar kunt nesten. En een data lake heeft ook ACL's. Die heeft ook een access control list. Dus je kunt per folder, per file, kun je aangeven wie wat mag doen met die folder en file. He, zoals lezen, schrijven, wissen, enzovoort enzovoorts. Dus dit zijn extra features en die zijn dus ook alleen maar beschikbaar voor de data lakes. Dus ook hier moet je dus een bewuste keuze maken van ga ik een storage account aanmaken in de cloud of ga ik een data lake aanmaken omdat ik die extra features nodig heb. Nou, een leuke eigenschap van storage accounts is dat ze hun data automatisch redundant opslaan.
Dus je krijgt automatisch high availability. Je kan het ook niet uitzetten. Dit is gewoon verplicht. Het meest basale niveau van high availability wat je krijgt is die linksboven, LRS, Locally Redundant Storage. En dat betekent dat je data 3 keer wordt opgeslagen in het datacenter. He, dus in 3 verschillende racks en ik denk 50 meter uit elkaar, 100 meter uit elkaar. Dus als een van die racks in brand vliegt, dan heb je nog 2 replica's van je data over. He, dus het moet heel raar lopen, wil je al je data kwijtraken in het datacenter. He, let op, dit staat los van backups natuurlijk. He. Je kan het gewoon backuppen. Maar high availability betekent puur dat je geen downtime hebt als er een hardware storing is. Nou, als je denkt ik wil meer, dit is het basisniveau. He. En je kan niet lager. Je kan niet tegen Azure zeggen, doe maar geen redundancy. Ik wil geen high availability. Dat ondersteunen ze niet. Dus je minimumniveau is locally redundant storage. Dat kun je omhoog schroeven als je denkt van, nou, vind ik toch een beetje gevaarlijk. Want stel dat het hele gebouw instort, het hele datacenter, dan ben ik natuurlijk wel al mijn 3 datareplica's kwijt. En dan heb ik wel een probleem. Dus je kunt upgraden naar ZRS, Zone Redundant Storage. En dan wordt je data verdeeld over 3 datacenters. Als je kijkt naar het datacenter in West-Europa, hier in Nederland, dat is gewoon een terrein en er staan gewoon 3 gebouwen op. Dus het zijn in feite 3 datacenters die een klein beetje uit elkaar staan. En ieder gebouw heeft onafhankelijke stroomvoorziening, onafhankelijke netwerk. Het zijn echt autonome gebouwen. Dus als we het hebben over een datacenter, bedoelen we 1 gebouw. En met ZRS heb je dus je data verdeeld over 3 datacenters. Dus nu kan je pas offline gaan als alle 3 de gebouwen offline gaan. Dus dan moet het hele terrein in brand vliegen, of er moet een aardbeving zijn, of Noord-Holland moet onder water komen te staan. Dan hebben we het echt over een stevige ramp, hè, om alle 3 de datacenters tegelijkertijd offline te gooien. En alleen in dat scenario ben je dus offline, is je data dus weg. Als je dat nog niet goed genoeg vindt, kan je nog een stapje hoger. Je kunt naar GRS, Geo Redundant Storage. En dan heb je 3 kopieën van je data in West-Europa, hè, dat is dus Nederland. En je hebt nog een keer 3 kopieën van je data in Ierland, in Noord-Europa. Microsoft noemt dat Noord-Europa, maar dat is Ierland. Dus dat betekent, mocht er iets gebeuren met Nederland, een ramp die heel Nederland van het internet afhaalt, dan staan er nog 3 replica's van je data in Ierland en die zijn gewoon online. Dus je internationale klanten, die merken hier helemaal niks van. Die worden naadloos geswitcht van Nederland naar Ierland en die kunnen continu bij alle data. En dit kun je gewoon aanvinken. Je kunt gewoon GRS aanvinken als je je storage account aanmaakt. En dan heb je die mogelijkheden. Nou, er is nog 1 hybride variant en die heet GZRS. En dan heb je dus zo'n redundancy in Nederland. Plus nog een keer 3 kopieën in Ierland. He, dus het is in elkaar geschoven. Zones in je primaire regio. En dan nog een keer 3 replica's van je data in je secundaire regio. Die 2 regio's trouwens, Nederland en Ierland, die heeft Microsoft zelf bepaald. Dus afhankelijk van de primaire regio waar je je data neerzet, kiest Microsoft zelf een secundaire regio die daarbij hoort. Dus voor Nederland, hè, voor West-Europa als primaire regio, dan hebben we het dus over het datacenter in Middenmeer in Noord-Holland. En de secundaire regio die daarbij hoort is Ierland. Hè, dus dat is het datacenter in Dublin. Dus die 2 zijn gewoon gekoppeld aan elkaar. Nou, als je wilt, kun je nog een kleine variant gebruiken. Dat zijn deze. Dit is High Availability met Read Access. Dit betekent dat je data in de secundaire regio leesbaar is. Dus stel, primaire regio is Nederland, secundaire regio is Ierland. Dan kunnen klanten in Ierland de data lezen in het Ierse datacenter. Dus dit is geen hot standby die offline staat. Dit is data die online staat, maar hij is alleen maar leesbaar. Dus dat betekent dat Ierse klanten een hele korte network latency hebben als ze die data rechtstreeks in Ierland benaderen. Die hoeven niet helemaal naar Nederland en weer terug over het internet. Die kunnen gewoon dicht bij hun data. Het is een kleine winst. Hè. Je zult merken dat die latency niet super groot is. Hij wordt iets beter. Maar ja, er zijn scenario's waarbij dat dus super belangrijk is. Dat klanten zo dicht mogelijk bij de data moeten zitten, zodat je echt een optimale netwerk performance haalt. Dus dat kun je dus met deze speciale read access modellen bewerkstelligen. Dus in totaal hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 redundancy modellen, 6 high availability modellen, waar je uit kunt kiezen als je een storage account aanmaakt.
Als je data opslaat in een storage account, dan kan je dat op drie manieren doen. Je kunt data als blok blob, als append blob of als page blob opslaan. De default is blok blob, blok blob. En dan wordt data dus opgeslagen in een bepaald formaat. En dan heb je 4,7 terabyte aan opslag maximaal. Je kunt ook kiezen voor een append blob. Dat zijn bestanden in de cloud die geoptimaliseerd zijn voor appends. Voor dingen toevoegen aan het eind. En dan heb je een maximum van 195 gigabyte. Of gigabyte is dat geloof ik, moet ik het zo uitspreken. Dus het is een stuk lager. Hè? Dus hou er rekening mee. Logbestanden die kunnen dus eigenlijk maar tot ongeveer 200 giga groeien. En dan heb je het maximum. Dus logbestanden in de cloud, die moet je dus echt splitsen per uur of per dag. Dus dat je aparte files genereert per uur of per dag. Puur om onder die 200 gig grens te blijven. Dat laatste type, pageblobs, dat gebruik je voor virtual machines. Dus de disks van virtual machines, die worden als pageblobs opgeslagen in de cloud. Dat is een dataformaat wat heel erg lijkt op hoe een harde schijf data fysiek opslaat. Dus dat maakt het heel makkelijk om zoiets te virtualiseren en als virtuele harde schijf te gebruiken. Dus blokblobs, appendblobs en pageblobs. Wat je ook hebt is access tiers. Dit zijn opslagniveaus die bepalen hoe snel je bij die data kunt komen. Dus een access tier, daaraan is gekoppeld een performance in milliseconden. Hoe lang het duurt om data te lezen en te schrijven. En er zijn dus verschillende tiers. Premium, hot, cool en archive. Premium is van high performance. Dus dat zijn bestanden die je razendsnel kunt lezen en schrijven. Ultra korte access tijden. Archive is het andere uiterste. Dan hebben we het over bijvoorbeeld financiële archieven die we opslaan in de cloud en waar we misschien één keer per jaar naar kijken. Dus de access tijd van een archief, dat kan oplopen tot een uur. Dus als je een archief wilt lezen, dat is misschien een zip bestand van een paar terabyte. En dat wil je dan lezen vanaf de cloud, je wilt het downloaden. Dat kan zo 30 minuten, 40 minuten, 60 minuten duren. Een uur om dat bestand op te gaan zoeken in de cloud. Dus archive is extreem traag. Het is ook het meest goedkope model per gigabyte. Aan de andere kant heb je dus premium. Supersnel, een paar milliseconden access tijd voor lees- en schrijfoperaties. Maar de prijs per gigabyte opslag is het hoogst bij premium. En daartussen hebben we nog twee tussenlevels, hot en cool. Dus je moet voor al je data heel slim dus kijken hoe vaak die data gelezen wordt per maand. En wat voor performance level we nodig hebben op die data. Hoe snel we erbij kunnen komen. En afhankelijk daarvan moet je hem dus slim indelen in deze tiers. Premium, hot, cool of archive. Azure kan dit overigens ook automatisch voor je doen. Dus Azure kan data automatisch voor je heen en weer schuiven tussen deze tiers. Afhankelijk van hoe vaak je die data per maand benadert. En dan heb je dus eigenlijk een storage account wat de performance en de kosten voor je automatisch optimaliseert per bestand. Dus dat is een hele leuke feature. Alright, dat was het storage account. Laten we nu kijken naar een Azure SQL database. Dus een hele gewone relationele database in de cloud. Azure SQL database. Die kan je op allerlei manieren installeren. Je kunt een virtual machine aanmaken in de cloud en daar de SQL Server software op installeren. Dan hebben we het over Infrastructure as a Service, IaaS. Je kunt ook gebruik maken van een PaaS-oplossing, Platform as a Service. Wat betekent dat je dus SQL Server afneemt van Microsoft. Microsoft heeft zelf SQL Server al geïnstalleerd in hun datacenter. En je huurt eigenlijk gewoon capaciteit op die bestaande database. En als je dus gebruik maakt van een PaaS-model, kan je dus kiezen uit een Managed Instance in zowel Single Instance als Instance Pool configuratie. En je kan kiezen uit een database in Single Database en Elastic Pool configuratie. Dus er zijn 5 configuraties in totaal waar je uit kan kiezen. Dus dat is een flinke keuze. En ja, die hebben dus allemaal hun voors en tegens. Er zijn allemaal verschillende functionaliteiten en performance limieten gekoppeld aan deze modellen. De duurste variant is die Managed Instance. Dus die twee in het midden, die Single Instance en Instance Pool. Het voordeel van Managed Instance is hij is bijna 100% compatibel met on-premises. Dus als je on-premises een SQL Server hebt draaien en je wilt hem migreren naar de cloud, de Managed Instance is bijna volledig compatibel met on-premises. Dus dat betekent dat je migratie waarschijnlijk slaagt, ja, eigenlijk gegarandeerd slaagt, als je gebruik maakt van Managed Instances. Het nadeel is dat het de duurste variant is, dus je betaalt er ook het meest voor.
SQL Virtual Machines, dat kan je natuurlijk ook doen. Hè? Je maakt een virtual machine aan met de hand. Je installeert SQL Server daarop. Hè? En je gaat op die manier een database migreren naar de cloud. Werkt ook. Maar dan heb je wel de overhead van het beheren van de virtual machine. Hè? Het is een IaaS-model. Dus je moet als IT-beheerder meer doen. Microsoft gaat die virtual machine niet voor jou beheren. Dat moet je helemaal zelf doen. Dus het vereist meer administratieve overhead. Dat is het nadeel. Het voordeel is, je hebt alles exact onder controle. Jij tuigt die virtual machine op, jij configureert hem. Dus je weet precies hoe je dat doet. Je weet precies wat voor instellingen je doorvoert. Dus je hebt 100% controle over het cloud platform. Aan het uiterste van het spectrum hebben we de databases, de PaaS databases in Azure, in single database en elastic pool configuratie. Die single database is het goedkoopst. Dus dit is de goedkoopste manier om in de cloud een SQL database te draaien. Enige nadeel eigenlijk is dat je moet geheugen en processoren moet je reserveren om dat ding te draaien. Dus als je heel veel databases hebt die op verschillende tijden van de dag maximaal belast worden, dan betaal je te veel aan kosten aan Azure. Dus als je slim capaciteit wilt delen over meerdere databases, dan kan je gebruik maken van een elastic pool. Dat is dus die laatste in het rijtje. Een elastic pool gebruik je dus als je meerdere databases hebt, die allemaal op verschillende momenten in tijd maximaal belast worden. En je wilt dus een pool van hardware verdelen over meerdere databases. Dat is een elastic pool. Dus het zijn allemaal verschillende scenario's. Dus stel, je zet een SQL Server op een virtual machine. Dat is IaaS. Dat past perfect in een lift and shift model. Je bent 100% compatible met on-premises, want je bent zelf die VM aan het configureren. Je kunt maximaal 128 CPU's in die VM steken. Je kunt 4 terabyte RAM erin gooien. 64 terabyte storage per virtual machine. En ja, een database die kan maximaal 524 terabyte aan dataopslag hebben. Een record is maximaal 8060 bytes. En je hebt een onbeperkt aantal records per tabel. Dus dit is eigenlijk gewoon de standaard SQL server. Die 524 terabyte die klopt trouwens niet. Het is 4 terabyte per database maximaal. Als ik het goed begrijp. Eén database is maximaal 4 terabyte. Dus volgens mij is 524 terabyte de maximale opslag die je hebt. De Managed Instance is een PaaS-oplossing, dus Platform as a Service. Maar je krijgt de beschikking over een cluster van virtual machines met daarop geïnstalleerd de SQL Server software. Dus het is 99% compatibel met on-premises. Dus een kleine kans dat je lift and shift migraties faalt. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het wel goed. 99% compatibel met on-premises. Je kunt kiezen uit een cluster van 1 node of 4 nodes. Als je kiest voor 4 nodes, dan heb je 1 actieve database, 2 standby databases en 1 read-only replica. Er is 4 in totaal. Je kunt maximaal 80 virtual CPU cores in die managed instance steken. Dus per instance, dus per node in je cluster. 406 gigabyte aan RAM en 8 terabyte aan opslag. Dus dat is leuk, dat zijn leuke cijfers. Je kunt maximaal 8 terabyte aan data opslaan per database. En ja, nogmaals, hetzelfde als anders, 8060 bytes per record en een onbeperkt aantal records per tabel. Die 8060 bytes, dat geldt niet voor maxvelden, zogenaamde maxvelden. Als je een varkar maxveld hebt in je record of een kar maxveld, die tellen niet mee met deze 8060 bytes. Dus die 8060, dat is alleen maar voor je numerieke velden, je boolean velden, je datum- en tijdvelden, dat allemaal opgeteld. De stringvelden, die gaan apart. Dan hebben we de Azure SQL Database. Dus dit is een database als PaaS. Eén database in de cloud als platform as a service model ingericht. En dit betekent dus dat Microsoft die database volledig voor je beheert. Jij bent eigenaar van de data. Maar het onderliggende platform wordt volledig beheerd door Microsoft. Daar hoef je dus zelf helemaal geen tijd in te steken. Je kunt kiezen hier in 2 configuraties. Je hebt single instance en hyperscale. Dus dat zijn 2 configuratiemogelijkheden voor die Azure SQL Database. En als je kijkt naar single instance, dan kan je maximaal 128 virtual cores hebben, 4 terabyte RAM, 4 terabyte RAM en 4096 gigabyte opslag per database. Dus dat zijn mooie cijfers. Maar als je gebruik maakt van hyperscale, dan heb je
80 virtual cores, 415 gigabyte RAM, minder RAM, gek genoeg, en 100 terabyte, 100 terabyte aan opslag per database. Dus je ziet het verschil tussen die twee. Single instance gaat tot 4 terabyte aan data en hyperscale gaat tot 100 terabyte aan data. Dus puur afhankelijk van hoe groot je database is, moet je dus kiezen uit een van deze twee modellen. Dus de goedkoopste is de single instance. Azure SQL Database Single Instance is je goedkoopste dataopslag service in de cloud, maar niet meer dan 4 terabyte. Dus voor de meeste data warehouses is dat veel te weinig. Met hyperscale kun je groeien tot 100 terabyte, dus dan heb je nog een beetje lucht. Ook hier weer 8060 bytes per record en een onbeperkt aantal records per tabel. Dat is steeds hetzelfde. Dus dat zijn de Azure SQL Database Services die je dus in Azure kunt installeren. Dus dit zal je gebruiken om data relationeel op te slaan in de cloud. Denk aan een data warehouse, denk aan een OLTP database, een OLAP database. Alle business data die je relationeel opslaat in de cloud in de vorm van tabellen die je aan elkaar relateert met relaties. Dus een relationeel datamodel. Nou, als laatste hebben we Synapse Analytics. Dus Synapse Analytics is het data warehouse platform van Microsoft in de cloud. Heel mooi pakket. In het verleden was het dus puur voor data warehousing. Het was een variant van SQL Server die geoptimaliseerd werd voor OLAP workloads. Dus SQL Server, maar dan geoptimaliseerd voor OLAP. Dat betekent, OLAP dat is alleen maar lezen in feite. Je hebt je data warehouse, je fact tabellen met je dimensietabellen en je leest die data eigenlijk alleen maar om multidimensionale rapportages mogelijk te maken. En je update je data warehouse om de zoveel tijd, misschien één keer per dag of één keer per week. En je hebt daar een heel formeel ETL proces voor. Dat proces draait in een vast tijdswindow. En alleen maar tijdens dat ETL proces wordt je data geüpdate. En daarbuiten is die data in read-only mode en ben je eigenlijk alleen maar aan het lezen. Dus zo'n OLAP database kan je specifiek optimaliseren voor leesacties. Je kunt ook heel agressief cachen, want je weet zeker dat die data toch niet verandert. Hij verandert alleen maar als het ETL-proces weer gaat draaien. Dus je kunt in feite iedere query heel agressief cachen en die cache data heel erg lang in het geheugen vasthouden. Dus dat soort optimalisaties zijn dus allemaal doorgevoerd in Synapse Analytics. En dat maakt het dus uitstekend geschikt als data warehouse. Ga hem vooral niet gebruiken voor iets anders. Als je probeert om een OLTP-database te draaien in Synapse Analytics, krijg je echt verschrikkelijke performance. Want de database is niet geschikt voor single record inserts. Weet je wel, dat je data gaat inserten in een tabel of data gaat updaten of informatie record voor record gaat analyseren. Het is echt bedoeld voor bulk queries, die over enorm grote datavolumes aggregaties uitrekenen. De som van iets, het gemiddelde van iets, minimum en maximum van iets. Typische aggregatie queries die je ziet als je een rapportage draait op een data warehouse. Dus dat is heel expliciet waar die voor geoptimaliseerd is. Maar ja, dat was vroeger. Microsoft heeft recentelijk allerlei leuke dingen toegevoegd aan Synapse Analytics. Nu hebben we ook Power BI. Power BI is geïntegreerd in Synapse Analytics. Data Factory zit er ook in. Dus je kunt ETL pipelines kun je helemaal ontwerpen vanuit Synapse Analytics. Er zit een machine learning omgeving in ingebouwd. Dus je kunt machine learning modellen gebruiken op je data warehouse data. En ook heel leuk, er zit een Spark cluster in. Dus als je een database aanmaakt in Synapse Analytics, kan je kiezen of je de SQL runtime of de Spark runtime wilt gebruiken. En als je Spark gebruikt, dan krijg je dus gewoon een notebook voor je neus. En die kan je dan gewoon gaan vullen met Python code of Scala of Java of R code. En je programmeert dus in feite je data-analyse applicaties. En die runnen op die Synapse software. Die runnen op die Spark cluster en die kunnen bij alle data die opgeslagen zit in Synapse Analytics. Dus het is een heel leuk product geworden, omdat hij dus zowel een SQL runtime heeft als een Spark cluster. En je kunt dus SQL queries en notebooks, Spark notebooks, door elkaar gebruiken. En die tools die kunnen dus door elkaar op dezelfde data werken. Dus het is een heel krachtig big data analytics platform geworden. Dus hier wat specs van Synapse Analytics. Het is dus eigenlijk een data warehouse als PaaS. Platform as a service voor een data warehouse.
Maar dus ook Big Data Analytics zit er ook in, Machine Learning zit erin, Power BI zit erin, ETL Pipelines zit erin. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt rondom je data warehouse, dat zit allemaal geïntegreerd in deze service. Er is een tooltje geïntegreerd in Synapse Analytics, dat heet Polybase. En daarmee kan je heel snel data importeren. Dus met Polybase kan je in extreem korte tijd enorm grote volumes externe data inlezen in je data warehouse. Dus dit is ideaal voor ETL of voor bulk imports. Stel dat je je bedrijfsdata in een storage account hebt liggen. Een storage account laten we zeggen, CSV data, comma separated values, maar echt miljarden records. Miljarden records, dus je hebt een paar miljoen CSV bestanden in het storage account. Ieder bestand heeft een paar honderd of misschien duizend records. Dus het is allemaal verspreid over miljoenen afzonderlijke files. Nou, Polybase kan dat in een paar minuten voor je inlezen. Het is een import engine die gebruik maakt van een cluster van parallele virtual machines om heel snel, dus parallel bulk data in te lezen in een staging tabel in die Synapse Analytics database engine. Dus het is ideaal voor bulk import scenario's. Dus die feature heet Polybase en dat is dus ook ingebouwd in Synapse Analytics. Nou, Synapse Analytics, er zit een SQL runtime in. Dus je kunt data opslaan in tabellen, relationele tabellen. Je kan er een data warehouse mee bouwen, je kan queries draaien. Maar let op, ongeveer 90%, iets minder, compatibel met SQL Server. Dus als je on-premises SQL Server bent gewend, dan ben je gewend aan allerlei leuke query functies. Data groeperen, data berekeningen, bepaalde select syntax, TSQL select syntax ben je nog gewend. Blijkt Synapse Analytics ondersteunt een subset van die TSQL taal. Dus als je een data warehouse migreert van on-premises naar de cloud, moet je wel even checken dat al je queries gebruik maken van functionaliteit die ook in Synapse Analytics bestaat. Het kan zijn dat sommige queries niet werken. Ik probeer even een concreet voorbeeld te verzinnen. Als je data kopieert van één tabel naar een andere, daar heb je verschillende mogelijkheden voor in SQL. Je hebt insert into en je hebt wat heb je nog meer? Select into en insert into, even uit mijn hoofd. En die bestaan niet in Synapse Analytics. In Synapse Analytics heet het create table as select. Dus er is eigenlijk maar één mogelijkheid om informatie van één tabel over te kopiëren naar een andere tabel. Terwijl in TSQL heb je drie mogelijkheden. Ja, dus dit zijn specifieke features die niet bestaan in Synapse Analytics. Dus check je queries even goed als je een migratie uitvoert. Synapse Analytics draait op een cluster. Dus een onderliggende cluster van virtual machines. Er kunnen maximaal 60 nodes in die cluster zitten. En alles bij elkaar kunnen die 18.000 gigabyte RAM hebben. 18.000 gigabyte. Want dit is OLAP. Dit is agressief cachen van queries. Zodat je rapportages zo snel mogelijk draaien. Dus dat gaat allemaal in RAM. Dus ja, we willen zeeën van RAM hebben om onze queries allemaal te kunnen cachen. Dus 18.000 gigabyte RAM maximaal. En als je je data opslaat als column stores, dus dat de data, de kolommen van je tabellen op disk achter elkaar liggen, dan heb je onbeperkte dataopslag. Dus dat betekent databases met column stores, die hebben geen bovenlimiet. Dus unlimited dataopslag op disk. Dus je kunt vrolijk databases aanmaken van 500 terabytes, 1 petabyte, 10 petabyte. Er is gewoon geen bovenlimiet. Maar let op, dit geldt alleen voor column stores. Als je gebruik maakt van row stores, dan heb je maximaal 240 terabytes voor je database. Maar dit is compressed. Je data wordt gecompressed, gecomprimeerd en dan opgeslagen op disk. Dus als we uitgaan van een compressiefactor van 1 op 2... dan heb je 500 terabyte. Dat is ongeveer de maximum voor je database. Dus je database mag maximaal 500 terabyte groot zijn. Maar dus alleen voor row store te bellen. Als je gebruik maakt van column stores, dan is die bovengrens weg. En ook hier weer een maximale grootte van 8060 bytes per record. En dit is dus exclusief de max karaktervelden. Dus het is alleen de overige velden in je record. Dus tabellen, records in tabellen, zijn wel relatief klein in Synapse Analytics. En hier kan je ook wel zien dat het nog steeds dezelfde database engine is achter de schermen. Je kunt een onbeperkt aantal records ook hier weer per tabel hebben. Dus je ziet dat al deze tools, die hebben verschillende bovenlimieten qua data. De storage account is 5 petabytes.
per account. Of je moet een data lake kiezen, dan heb je onbeperkte opslag. Je SQL databases was 4 terabyte maximaal. Managed instance ging tot 8 terabyte. PaaS single instance ging tot 4 terabyte. Hyperscale ging tot 100 terabyte. En Synapse Analytics heeft geen bovengrens, mits je column stores gebruikt. En als je wel, als je row stores gebruikt, dan heb je ongeveer 500 terabyte. Het ligt aan de compressiefactor van je data. Als we even uitgaan van 1 op 2, dan kijk je aan tegen een bovengrens van 500 terabyte per database. Dus ja, het ligt puur aan hoe groot je big data volume is, hoeveel data heb je. Dat bepaalt welke van deze mogelijkheden je kunt kiezen. En als je dus relationele data wilt opslaan in de cloud en dat kunt queryen met SQL, dan zou je dus kiezen voor de database mogelijkheden, hè, de Azure SQL Database of Synapse Analytics. Als je de Spark cluster erbij wilt hebben, hè, als je met Spark Notebooks je data wilt analyseren in de cloud, is Synapse Analytics dus heel leuk, hè, want die heeft dat geïntegreerd. En als je denkt van nee, het gaat mij alleen maar om dataopslag. Ik wil alleen maar de data opslaan in de cloud en ik heb geen query functionaliteit nodig. Dan is een storage account een prima oplossing. En dat is ook vrij goedkoop. Een storage account heeft de laagste kosten per gigabyte per maand aan opslag. En ook daar moet je dan even bedenken van oké, heb ik directories nodig? Heb ik folders nodig? Of is het prima als ik gewoon per file system al mijn bestanden op hetzelfde level opsla? Dat is één niveau aan files. Dan kun je een storage account gebruiken. Als je denkt van nee, ik moet echt directories hebben en ik heb access control lists nodig op mijn data, dan kan je je storage account upgraden tot een data lake. En dan heb je dus ook geen bovengrens aan data. Dus dat zijn even in een notendop de meest populaire storage services in Azure. Dus als laatste nog even wat best practices. Gebruik storage accounts voor ongestructureerde data, hè, dus losse files die je uploadt naar de cloud. CSV-files, XML, JSON, pakket, mag ook door elkaar. Dus dat soort bestanden. Ongestructureerde data, gebruik daar storage accounts voor. Als je folders of ACL's nodig hebt of geen bovenlimiet in je storage account, kies dan voor een data lake. Als je relationele data wilt opslaan en het is OLTP-data, dus transactionele data in een database, kies dan voor Azure SQL Database. Ook kleine data warehouses kan je ook doen met Azure SQL Database. Ja, dus kleinschalige OLAP. Denk aan, ja, ik denk onder de 100 terabyte. Hè? Want Azure SQL Database in hyperscale gaat tot 100 terabyte. Dus als je daaronder zit, dan is voor kleinschalige OLAP is Azure SQL Database geschikt. En voor grote OLAP gebruik je Synapse Analytics. Hè? Want Synapse Analytics had geen bovengrens op je dataopslag. Onbeperkte grootte per database. En we hebben die Polybase feature, waarmee we heel erg snel data kunnen inlezen. We kunnen bulk imports uitvoeren met Polybase. Dus dat is ook een hele belangrijke feature. Dus voor die scenario's gebruik je Synapse Analytics. Goed, dat was het einde van mijn verhaal. En precies een uurtje, dus ik heb dat goed getimed. Dus ik hoop dat ik jullie een goed overzicht heb kunnen geven van de big data opslag services in de Azure Cloud. Hè, de mogelijkheden die je hebt om big data op te slaan in Azure. Ik hoop dat je goed beeld hebt van de mogelijkheden van een storage account, een data lake, een Azure SQL database, hè, in die vijf varianten en Synapse Analytics. En dat je nu in staat bent om de juiste tool te selecteren afhankelijk van de requirements van je eigen business case, hè, van wat je wilt doen in de cloud, dat je weet van, oh, oké, ik moet dus die service hebben. En ja, ik hoop dat je nu een gezonde basis hebt om met Big Data Analytics aan de slag te gaan in Azure. En ja, nogmaals, het is toegankelijk voor allerlei organisaties. Zelfs als je een start-up bent of een kleine organisatie, kun je aan de slag met Big Data Analytics. Je kan grote volumes data opslaan in de cloud. Je kunt Big Data analyses uitvoeren. Je kunt gaan experimenteren met machine learning. Al dat soort enterprise features zijn dus nu toegankelijk voor kleinere bedrijven. En dit is super interessant, want je kunt daar dus een concurrentievoordeel mee opbouwen als je slim gebruik maakt van deze technologieën. Dus hele spannende tijden dat dit dus nu voor kleine organisaties allemaal beschikbaar is. Goed, ik wil jullie vriendelijk bedanken voor het luisteren, kijken en luisteren naar deze webinar. En fijne dag nog. En ja, hopelijk tot ziens in de volgende Microsoft webinar. Dag!